Het is hier zo'n prettige, serene sfeer. Dat ik kom hier met plezier. Na 20 jaar kom ik nog iedere keer met plezier hier naartoe. Dus er is hier een sfeer ontstaan met die collectie. Die ontzettend aangenaam is en waar je trots op bent. So I walk. Deze spinnerij was een draaiende spinnerij toen mijn vader overleed. Maar hij zat wel in de nalatenschap van mijn vader. Mijn vader is eigenlijk heel onverwacht overleden aan een verwaarloosde longontsteking. Volkomen onnodig. En toen hebben mijn broer en zussen en ik besloten om zelf maar door te gaan met die stichting. Maar er waren nog helemaal geen concrete plannen. En op een gegeven moment dacht ik, verdorie. Die grote lege fabriek, dat is misschien heel geschikt om daar die kunstbestemming aan te geven. Iedereen vond het een goed idee. Het is een geleidelijk proces. Het is niet het één moment dat je besluit om een museum op te richten. Zo is het niet gegaan. Overblijfselen eigenlijk, want we hebben er ook een stuk of twee op kantoor die gebarsten zijn. Het is heel erg leuk dit. Ja. Hij heeft ook heel veel belangstelling van iedereen. Mijn oudere zus en ik, wij met z'n tweeën hebben eigenlijk in het begin de kar getrokken. En de andere familieleden, die hebben daar natuurlijk allemaal over meegedacht en meegepraat en ook genereus bijgedragen. Maar mijn oudste zus en ik zijn ermee begonnen. Mijn oudste zus heeft ook 10 jaar in het bestuur gezeten. Dus dat was het begin. En natuurlijk het aantrekken van onze directeur en directrice. Ja, wij hebben er 3 en er zijn er maar 20 door de hele wereld. Dus. Ja, ja, het geeft het gevoel, het is van mijn familie, het is een familie effort. En we zijn ontzettend trots op dat zo goed gegaan is in de loop der jaren. Voornamelijk dankzij Hendrik Drieser nogmaals, want met tentoonstellingen als Anish Kapoor en Ai Weiwei vorig jaar. Hebben we 120.000 bezoekers gehad. Terwijl alles hier is ingericht op misschien 30.000, 40.000 bezoekers. Zoals een klein café, maar dat moet dan nu nieuw vergroot worden. Want iedereen die hier komt, die wil natuurlijk een broodje eten en een drankje drinken. Zo. Dus daar moeten we ook voor zorgen. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Hier staat eigenlijk altijd iemand. Om het kunstwerk in de gaten te houden, mensen niet dichtbij komen. Ja, het is natuurlijk erg kwetsbaar, dit werk. Je ziet de diepte niet als je erop af komt lopen en dat is het gevaar. Dus mensen denken, ik kan nog heel veel lopen, terwijl dat ze eigenlijk een meter dichtbij staan eigenlijk. Huis Marseille, dat is misschien een heel gekke connectie. Dat is het oude advocatenkantoor van mijn vader in Amsterdam. En ik heb daar zelf 6 jaar gewoond in mijn studententijd. Woonde ik op de 5e verdieping van het achterhuis. En daar had ik een donkere kamer. En dat is eigenlijk de geboorte van mijn liefde voor de fotografie. Dit is mijn oude donkere kamer. En nu is het een puinhoop, want het wordt doorgebroken naar het buurpand, zoals je ziet. Maar dit was een. Het was een donkere kamer. Fantastisch. Het is een uit de hand gelopen hobby, maar wel gesteund door mijn familie. En de collectie die komt in eerste instantie van mij. En dan ga je van start en geleidelijk aan groeit zo'n collectie. En ook daar heb je, dat is toch wel apart, is ook zo'n huis met zo'n serene sfeer. En ook de collectie heeft een serene sfeer. Het is heel moeilijk om uit te leggen hoe dat kan gebeuren, maar het is natuurlijk een kwestie van smaak. Het is ook een kwestie van toeval. Je moet maar net een werk zien of op tijd vinden wat erin past. Ik hoop dat het zo lang mogelijk doorgezet kan worden. Mijn familie draagt het ook echt.
Ik bedoel, nu moet het dak weer eens vernieuwd worden na 20 jaar. En dan doet de familie daar een bijdrage voor. Als geheel, als de hele familie doet daaraan mee. Dat is ook een bijzondere gebeurtenis natuurlijk, dat de hele familie dat draagt. Mijn taak is geweest om voor de volgende generatie van de familie te zorgen. En dan ben je bezig met voor de volgende generatie te zorgen. Niet voor nu en niet voor quick results, maar gewoon voor de lange termijn. En dat is gewoon dat zit in mij. Dat heb ik ervaren als een soort van roeping om dat te moeten doen.